Hey, welkom op deze video. Ik ben Tom Nuyens, oprichter van awakeacademy.com. En in deze video gaan we zien hoe we onze vrees voor iets kunnen overwinnen. Eerst en vooral wil ik met je delen dat je helemaal niet hoeft te schamen voor het feit dat je vrees hebt. Zonder uitzondering krijgt iedereen van ons vroeg of laat last van vrees voordat hij of zij deze voorgoed kan oplossen. Het enige verschil bestaat erin dat sommigen deze vrees beter weten te camoufleren achter een masker dan anderen. Totdat dat masker breekt, uiteraard. Nu, als we in een donkere kamer zitten, helpt het niet om tegen die duisternis te gaan vechten als we willen kijken of zien. Het enige dat helpt, is het licht aan te steken, zodat het de duisternis vanzelf verdwijnt. Hè? Zodanig dat we kunnen zien wat we doen. En zo wil ik ook licht aansteken met betrekking tot onze vrees. Hè? Door gewoon zichtbaar te maken wat het werkelijk is, kan vrees ook werkelijk vanaf de wortel overwonnen worden, in plaats van heel ons leven opgescheept te blijven met het symptoom vrees. Heb jij dat ook, dat deze vrees enorm vermoeiend en beperkend kan zijn? Dan klinkt het misschien tegenstrijdig, maar het goede nieuws is dat deze vrees wel degelijk een positieve functie heeft. Zelfs om ons leven drastisch leuker, vrijer en succesvoller te maken. Maar als we de betekenis van onze vrees niet zien of deze blijven negeren, ja, dan krijgen we alleen nog maar meer van die gekende vermoeiende extra bijverschijnselen, zoals ons onrustig voelen, sterk zweten, hartkloppingen, zelfs pijn in de borst, duizeligheid, misselijkheid, een tintelend gevoel, benauwdheid en zelfs hyperventilatie. Nooit helemaal rustig kunnen relaxen, nooit kunnen opladen, nooit onszelf kunnen zijn en nooit echt genieten. Maar ook fysisch, die verkramping van onze nek, onze rug, onze schouders en de steeds verminderende weerstand of kracht, waardoor dat we ons steeds zwakker gaan voelen, steeds minder in ons vel en ook steeds meer ziek worden. En om hier nu voorgoed een einde aan te maken en dus licht te werpen op onze donkere vrees of angsten, heb ik een tekeningetje gemaakt voor jou. Ik wil je geen oppervlakkige oplossing aanreiken, dus we gaan terug echt tot op het bot, dus tot op onze geboorte. En daar stel ik ons vrij zuiver gevoel van beide geboorten even symbolisch voor als een hartje. En dan maken we allemaal pijnlijke ervaringen mee van onze geboorte tot nu. En die pijn hebben we niet weten op te lossen, dus die zet zich stelselmatig rond ons zuiver voldaan gevoel. En niemand van ons wil natuurlijk die pijn voelen. Maar we hebben er allemaal iets anders op gevonden. We gaan er namelijk een mooi muurtje rondbouwen. En hoe bouwen we dat muurtje? Dat weten we allemaal ook wel, denk ik. Door vanaf dan te stoppen met te leven vanuit ons gevoel en te gaan leven in ons denken of in ons verstand. Ik stel even onze hersenen symbolisch voor als ons denken, waar dat we met ons denken voortdurend bezig zijn om te zoeken naar afleidingen buiten onszelf, om maar niet te moeten voelen. Dus deze afleidingen, of ons voortdurend denken van, ja, ik kan beter dit doen, of nu moet ik toch wel iets aan het doen zijn, want anders voel ik mij niet goed, dus nu moet ik dit en dit doen. Dat stemmetje, dat onrustig stemmetje in ons hoofd, kennen we allemaal wel, denk ik, dat dient als een pleister op ons bedekt oppervlak om niet te moeten voelen. Maar het probleem is dat we daarmee niet alleen onze pijn bedekken, maar ook ons zuiver gevoel. Dus in onze afleidingen proberen we natuurlijk toch naar een gevoel te zoeken. Dus we proberen echt wel degelijk, door bijvoorbeeld succes te creëren, dat daarin een gevoel te vinden zal zijn. Of door een relatie aan te gaan, omdat we niet alleen willen zijn, omdat we ons slecht voelen, proberen we wel degelijk in die relatie een gevoel van geluk te vinden. Of in de nieuwste mobiel een gevoel te zoeken. Of in de nieuwste auto. Of in het nieuwste huis. Proberen we te zoeken naar een gevoel van voldoening. Door weg te lopen van ons gevoel. Dat dit een tegenstelling is, is duidelijk. En toch stellen we dit vast patroon niet in vraag. En bouwen we aan de hand van dit patroon een leven uit dat een soort van vervangrealiteit is van een gevoel dat we missen. En dit is een
vervang identiteit van ons. En dit geloven we ook op de duur te zijn geworden. Nu, het probleem is dat als we weglopen van ons gevoel en we zoeken in die afleidingen naar een gevoel dat nooit werkt, dat we continu op zoek moeten naar nieuwe afleidingen. Nieuw en nieuw en zo verder, totdat we niet meer kunnen. Dit patroon is enorm vermoeiend, dat weten we allemaal. Enorm vermoeiend, ik teken nog even zweetdruppeltjes. En dit is een gevangen patroon. Dus ik teken hier een hangslot, een gevangen patroon. En wat is nu angst eigenlijk? Wel, angst is niet meer dan de weerstand dat een van onze afleidingen zou wegvallen, omdat we dan onze pleister niet meer werkt en dat we dan terug pijn voelen die we nog steeds niet opgelost hebben. Ik hoop dat angst nu heel duidelijk niet alleen iets heel vervelends is, maar juist tegelijkertijd een wake-up call is dat deze vervangrealiteit niet werkt. Dus zolang dat we nog angst hebben, wil zeggen dat we nog steeds leven in een vervangrealiteit en vrede nemen met de plattegrond in plaats van het gebied zelf. En ik hoop dat dit ook duidelijk maakt dat er wel degelijk een leven bestaat waar we wel vanuit wie we werkelijk zijn, vanuit complete voldoening, kunnen gaan leven en ons verstand dan pas gaan gebruiken in alle vrijheid, in plaats van als angst en moeten creëren, dus in alle vrijheid gaan creëren, dus ik teken ook ons verstand, waar we in alle vrijheid een relatie kunnen aangaan, of succes kunnen creëren, of wat dan ook kunnen creëren. En dan hebben we ook geen angst meer dat dit zal wegvallen, en dat is pas de enige mogelijkheid dat we hier pas van kunnen genieten, waardoor dat we in vrijheid gaan creëren. Omdat we hebben geen angst dat dit wegvalt, want we voelen ons toch steeds compleet voldaan, zonder dat we daarmee pijn voelen. Weet je wat het verschil is tussen iets doen als afleiding of als compensatie? Want dit is het masker dat we allemaal dragen, de schijnidentiteit. Weet je wat het verschil tussen dit doen of iets doen vanuit vrije wil is, hoe dat je dat makkelijk kan zien? Wel, als je ermee stopt wat je aan het doen bent en je voelt je nog steeds even compleet voldaan, ja, dan ben je het echt vanuit je vrije wil aan het doen. Terwijl als je ermee stopt met wat je aan het doen bent en je begint je onrustig te voelen, want dat is hoe pijn voelt. Pijn voelt niet van, ah, oh, ik heb pijn. Nee, dat voelt als helemaal onrustig of zenuwachtig worden. Dan weet je dat je het doet als vervangrealiteit of als compensatie om je pijn van onopgeloste pijn niet te moeten voelen. En het goede nieuws is dat je wel degelijk al jouw pijn tot op het bot helemaal kan oplossen, zodanig dat er geen angst meer is, zodanig dat je helemaal in vrijheid kan gaan leven. En dat zonder deze pijn of deze onopgeloste pijn terug te moeten voelen. Wat niet onbelangrijk is. Nu, hoe succesvol ik mijn schijnmasker ook probeerde te creëren of te maken, hoe harder ik probeerde te vluchten van mijn vrees of vermoeiende, limiterende stress, angsten en onrust, die bleven allemaal onverminderd bestaan. Ik begon me pas echt helemaal bevrijd, relaxed en diep vreugdevol te voelen en pas echt te genieten in alle vrijheid van alles, toen ik de wortel van mijn angsten en van mijn vervangmasker stap voor stap ben gaan leren uittrekken. En het leuke ervan is dat wanneer je niet meer gevangen bent in dit angstsysteem, ja, dat succes als vanzelf en als leuke extra gecreëerd wordt. Je loopt er als het ware van over. Dat wanneer de angst of de waas van die angst optrekt, dat er ineens een oneindig aantal mogelijkheden zichtbaar komen. En zodanig dat je ze alleen maar hoeft te zien en erop in te gaan om succes te creëren. En zo creëer je als vanzelf en vanuit plezier je leven. En dus niet meer vanuit die angst, de onrust, de stress, de zorgen. En dat kan jij net zo goed. Het leuke ervan is dat iedereen dat kan, ongeacht de omstandigheden. Dus je hoeft er niets voor te cultiveren. Je hoeft er niet rijk voor te zijn. Je hoeft er niet veel moeite voor te doen. Je hoeft zelfs niet van relatie, woonplaats of lichaam te veranderen. Gewoon simpel te begrijpen hoe je het kunt bereiken is voldoende. Deze video is beperkt in tijd,
Maar wil je graag weten wat je concreet kan doen om onmiddellijk voorbij het symptoom vrees te komen wanneer dat de kop opsteekt? Of je wil graag alle stappen kennen hoe je de wortel van alle vrees of angsten kan overwinnen? Wel, klik dan op de link boven mij. Die brengt je naar mijn blog, zodat ik je de 3 video's kan sturen die ik dan voor jou gemaakt heb. Ik hoop dat nu zichtbaar is dat het symptoom vrees dient als richtingaanwijzer om ons helemaal te gaan bevrijden van ons aangeleerd verdedigingsmechanisme dat ons enkel in de weg staat. En zolang je nog vrees hebt, dat betekent alleen dat je nog ergens gevangen zit in dit mechanisme. En dat je enkel nog een paar stappen moet nemen om het helemaal los te laten. Je mag deze video liken of sharen als je mee wil helpen om ons allemaal te bevrijden van een wereld van angst en stress. Dus klik op de link hierboven en ik zie je graag in de volgende video om stap voor stap ons te bevrijden van dit gevangen mechanisme. Tot zo!